Hallo allemaal, ik heb voor jullie weer een supersnel en leuk design. Ik ga namelijk een wet-en-wet-techniek gebruiken. Dat ga ik doen in combinatie met de cat eyes, zoals jullie het hier kunnen zien. Dus wil je weten hoe ik dit gemaakt heb? Blijf dan lekker kijken. Ik heb alvast de ondergrond gelakt. Hierbij heb ik een gel polish voor gebruikt. Ik heb de kleur Mont Blanc Blue gebruikt. En ik ga nu eerst een laagje lakken met de UV Top Gel. Dit is een klein sample potje en die zijn heel fijn om te gebruiken voor deze wet-en-wet technieken. Ik gebruik hiervoor een gel penseel. Ik pak een beetje op. En nu ga ik deze tip lakken. Ik wil dat het wet-en-wet design over heel de tip heen gaat, dus ik lak hem helemaal. Als je de laag UV top hebt aangebracht, ga je hem niet uitharden. We gaan dus in de natte laag werken. Ik ga gebruik maken van deze blauwe cat eye. Maar in principe zijn alle cat eyes heel erg mooi hiervoor. Ik heb hier een druppeltje van de cat eye opgedaan en ik ga werken met mijn dotting tool. Ik pak een beetje op. En ik zet een stipje waar ik mijn design wil maken. En je ziet eigenlijk al hoe snel het nu begint een beetje te drijven in de gel. Mooi uit te veden. Je kan wat kleinere stipjes zetten. Wat grotere stipjes. Oké, als je tevreden bent met je cat eye die je hebt aangebracht, ga ik nu gebruik maken van de magneet. Wat ik ga doen is, ik ga eigenlijk een beetje spelen met mijn magneetje om te kijken waar ik de mooie cat eye lijn wil hebben. Zo kan je eigenlijk een beetje kijken waar wil ik die gloed hebben. Wil ik hem aan de onderkant, wil ik hem in het midden. Oké, als je design is uitgehard, dan ga je hem nu aflakken. Je kan hem natuurlijk gewoon glanzend aflakken met bijvoorbeeld de Supreme Finish. Ik ga voor een mooie matte look met de Extreme Matte. Zorg dat je hem natuurlijk wel even goed schudt voordat je hem gebruikt. Oké, nu is die mat afgelakt en is het design weer helemaal anders geworden. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden van het eindresultaat. Ik ga een beetje bewegen en dan zie je dus hoe mooi het wordt met dus die cat eye erop. Dus maar ook glanzend is die natuurlijk heel erg mooi. Oké, dit was mijn wet-en-wet design. En laat me weten wat jullie ervan vinden in de comments. En ik zie jullie volgende week weer.